Good. Als iemand dit te delen heeft, ga je gaan. Els. Hallo. Hallo. Eigenlijk kwam net eigenlijk de hele tijd het woord vrolijkheid op. Vrolijkheid? Ja. Ja, natuurlijk een gevoel dat je dan hebt zo. Tegelijkertijd is het zo een beetje om me heen te kijken en ik zag her en der wat mensen in zichzelf wat gniffelen. En, dus ik, nou, dat was wat meer vrolijkheid, dus dat is mooi. Tegelijkertijd merk ik ook zeg maar dat ik wat makkelijker en wat vrijer ben in gaan maar staan en gaan maar ondernemen en wat meer bij mijn persoonlijke potentieel kom. Ja, dat is natuurlijk heel prettig. De andere kant maar. Is lijkt het ook dat er ook wel een weerstand is in, een controller zeg maar. En het lijkt wel of dat zeg maar in de afgelopen periode juist wat als die wat harder aan de rem probeert te trekken. Zo. Want wel, dat ik eigenlijk zelf zeg van nee, daar moet zijn. Ja, dus dat is een stukje wat ons een beetje probeert terug te houden. Nou, het is handig zolang dat niet al te ernstig wordt om je daar niks van aan te trekken. Mm-hmm. Leef. Ja. Maar goed, dat is wel een beetje het hele dilemma geweest. Lijkt wel dat dat niet een oud vriendje is die zich heel makkelijk gewonnen heeft. Nee, dat geeft ook niet. Maar iedere keer dat we, laten we zeggen, meebewegen met het nieuwe, dan wordt dat stukje sterker en dan wordt dat oude wat probeert terug te houden een stukje zwakker. Mm-hmm. Zolang we het niet overdrijven in de zin van forceren, is er niks aan de hand. Mm-hmm. En natuurlijk, hè, net als in een auto, er zit ook een rem op, er zit een gaspedaal. Iets zal proberen te remmen, iets wil vooruit. En dat genereert altijd een beetje spanning, net zo oké. Leven is ook spannend. Tenzij we ons totaal in slaap sussen, dan lijkt er niks aan de hand. Er zijn geen stappen die we kunnen zetten zonder risico. Nee, precies. En, de ene component zegt dus van ja, het risico moet je niet nemen. Dus, uiteraard. Vol aan de rem. En de andere zegt van ja, ga. Hoi. Ik praat niet over onoverwogen risico's. Nee, weet je wat het leuke is? Die stemmetjes die zijn vrij overbodig, want overal het algemeen hebben wij niet de neiging om hypergevaarlijke dingen te doen. Voilà. Ja. En als we dat wel doen, dan gaat het biologisch systeem echt lawaai maken. Dus dit is allemaal gewoon een beetje burgerlijk gezeur. Mm-hmm. Dus niet te veel naar luisteren. Dus niet ontkennen. Het is er, ik hoor het, ik zie het. Thank you very much. En hop. Ja, precies. Alleen, ja. Die intensiteit is wel hoger, dus dat is wel. Ja, dat kunnen we vervolgens gewoon doorvoelen. Als er spanning door ontstaat, dan moet je niet proberen dat te ontkennen of weg te krijgen, maar gewoon voel het. En dan op een gegeven moment dan lost het weer op. Ja. Het gaat zich pas opstapelen als we het niet op de juiste wijze gewoon voelen. Ja goed, dus daar twijfel ik wel een beetje aan, dat op de juiste manier doen. Maar. Ja, dat merk je vanzelf. Hè? Dus als het gebeurt vanuit ik wil er van af en het moet aan de kant, dan is het geen open doorvoelen. Nee. Ja, gewoon met een milde aandacht bij zijn en luisteren en voelen wat het nodig heeft om op te lossen. Mm-hmm. En dat is iets wat we in de vingers moeten krijgen, zeg maar. Ja, maar goed, omdat hij behoorlijk veel aanwezig is momenteel, vergt het ook wel heel veel. Nee, niet heel veel. Het vergt het vinden van de juiste houding. Het vinden van de juiste houding. Dus. Ja, die is cruciaal. Als ik die eenmaal heb, gaat het vrij snel. Het kan een tijdje duren voordat ik die heb, omdat ik gemotiveerd zal zijn om er vanaf te willen. Mm-hmm. Ik heb er last van, dus ik wil er vanaf. Dat is heel begrijpelijk. Alleen die houding die helpt niet. Nou, dat moeten we leren. Okay.
Goed. Nou, op een diepste niveau, die houding waarbij ik eigenlijk nergens op uit ben. En wat houdt u nergens op uit? Nou, precies dat, dat ik geen enkel doel nastreef. Dus als we op een diep niveau in zelfonderzoek, met een hoofdletter zou ik bijna zeggen, iets nieuws willen vinden, kan ik dat niet met een oude houding doen. Dus alles wat me nog koppelt aan verleden, toekomst, tijd, resultaat, timeframe, dus hoe snel het moet gebeuren, of het me wel of geen persoonlijke, financiële, emotionele of whatever voordelen oplevert, dat moet eigenlijk allemaal aan de kant. Pas dan is er een soort, zoals Krishnamurti dat noemde, complete aandacht en pas dan kan er iets nieuws gezien worden of iets nieuws plaatsvinden. Nou, dat geldt zowel in het klein als we iets willen doorvoelen. Dus ik moet daarbij zijn met mijn aandacht, maar die moet zo open en levendig en helder mogelijk zijn. En ieder belang wat erin sluipt, is eigenlijk een vertroebeling. Iedere overtuiging waar ik aan vasthoud, iedere stukje emotioneel, whatever, waar ik bij uit de buurt probeer te blijven of een oplossing voor zoek, is eigenlijk een vertroebeling. Dus angst is ook een vertroebeling. Angst, yes, of course. Dus ik kan alleen leren wat angst is als ik dat benader vanuit die totale, open, frisse, levendige, complete aandacht. Dan kan er iets ontdekt worden. Of werkelijk een draai nemen of iets toeslaan. Dus de sleutel is van de aandacht wat er is. Yes. Want motivatie is altijd weerstand tegen wat er is. Ja. Maar wat er is, is het feit. Ja. That's it. En ik kan daar wel een houding naar aannemen. En dat is prima voor dagelijkse dingen of oppervlaktezaakjes zoals politiek of voetbal. Dat is allemaal prachtig, maar dat is allemaal surface. Maar op dat diepere niveau, alles wat mij motiveert, behalve de motivatie om te ontdekken, is eigenlijk vertroebeling. Dus het start met een bereidheid om te ontdekken, om desnoods van de kaart geveegd te worden. En ik, met al mijn energie kijk ik als één groot open oog, ongeacht de consequenties. Dus het is zuiver kijken naar ja. Dat wat vasthoudt of wat... Nee, dat hoeft niet. Dat kan. Het gaat om dat zuivere kijken. Dus waar het naar kijkt is eigenlijk irrelevant. Ja. Dat kijken, dat is dus een ander kijken als ons fysieke oog. Yes, dus ik maak wel eens het onderscheid tussen zien en kijken. Kijken doe je vanuit een motief. Er is een ik die ergens naar kijkt. Zien is een totaal gebeuren. Ja, en dat zien maakt ook dat het totaal is. Yes. Dus het open zien naar wat er is, is een totaliteit die yes. Dus dieper gaat als ons gewone... Yes, want we zijn dus altijd gemotiveerd en we kijken, als we kijken doen we dat altijd vanuit een bepaald kader, een bepaalde interpretatie, een bepaald doel of traject. Zien heeft dat allemaal niet. Het kenmerk daarvan is dat jij eigenlijk aan de kant bent. Maar als je dus van daaruit ziet, is dat wat aan de voorkant is, automatisch al niet van toepassing zou kunnen zijn. Ja, nou in ieder geval niet van belang. Ja, dus we kunnen, als we meer op een psychologisch, emotioneel of mentaal niveau iets onderzoeken, nou dan hebben we een duidelijk van ik onderzoek dit en dat is allemaal prima. Maar een niveau dieper gaat dat allemaal aan de kant. Die hele mij en mijn situatie doet er niet toe. Dan krijg je een onbevangen, onbeoordeeld gewaarzijn van wat is. En er is geen benoemen bij wat dat is, wat is. Ja, dus
Dat wat is, dat is. Yes, en dat is al zo. Alleen dat kan alleen ontdekt worden vanuit dat totale zien. Ja. Als ik daar het nu aan koppel, dan is het nu ook altijd open. Ja, en dat zien kan dus ook alleen maar nu. Ja. Het nu op zich is dus altijd open. Zou je ook kunnen zeggen dat het nu ook altijd leeg is? Leeg, vol, whatever. Ja, het is vol en het is leeg. Het is vol met wat het daarin beweegt. En leeg is het omdat elk moment een ander nu is. Ja, en vooral leeg omdat er dingen hebben alleen de betekenis vanuit een standpunt. En vanuit het zien is er geen standpunt. Er is geen voor of tegen iets, dus is alles leeg in de zin van ontdaan van waardeoordeel. Ja. Als je echt in het nu bent, zou je dan ook kunnen zeggen dat er eigenlijk geen fysieke verschijning is? Die is er wel, maar die doet er niet toe. Ja. Dus als dat zien werkelijk de boel overneemt, heb je amper lichaamsbewustzijn. Ja. En dat bedoel ik dus met leeg zijn. Maar eigenlijk is het heel extatisch nu, omdat je dus het volgende nu ook niet kent. Nee, maar er is geen volgend nu. Nee. Want dan krijg je een reeksje nu, hè, en dan heb je gewoon tijd. Ja. Dus in de beleving van dat zien, of in die het daar zijn van dat zien, is geen tijd. Nee. Want als er tijd is, zijn er dus individuen daar zelfs. Ja, of in ieder geval opeenvolgingen van dingen. Ja. Want dan is die gedachte, die gedachte, die gedachte. Voilà. En dan is het dus de tijdslijn die er dan is. Maar nu is het dus veel opener, veel ruimer. Zou ik dat kunnen zeggen? Nu is tijdloos. Ja. Nu is geen moment in de tijd. Daarom kan er strikt genomen geen enkele inspanning je er brengen. Hoe zeg je dat nog eens? Omdat het geen moment in de tijd is, kan geen enkele inspanning je er brengen, want inspanning suggereert tijd. Dus het wordt herkend of niet. Dat is de frustratie van vele zoekers. Want er zijn een hele hoop dingen waar je je best voor kan doen en dan ga je het leren. Ik heb het heel vaak over dit en dat moet je leren en het is lastig in het begin. Het is net als gitaarspelen, da-di-da-di-da. Dat is allemaal waar. Maar niet als het gaat over zien. Zien kun je niet leren, dat wordt ontdekt. Dus dat zien ontwaakt of niet. Dus it has to happen. Het gebeurt buiten de tijd en buiten jijzelf om. Ja, en dus niet als gevolg van een inspanning. Nee, want als het gevolg is van een inspanning, is er iemand bij betrokken. En geldt het dus voor de tijdslijn? Yes. Oké. Okay. Wonderlijk is dat eigenlijk, hè? Nogal. Want we hebben er niks over te zeggen en we kunnen er ook niks over denken. We kunnen wel denken, maar op dat punt niet. Oké. Hoi Hans. Je hebt het over dat zien, hè? Ik ben een beetje in shock geweest de laatste weken. En dan ben je helemaal emotioneel. En dan zijn er momenten dat je dan naar jezelf zit te kijken. Zo van, doe maar. Dan neem je haalt afstand van wat er gebeurt. Maar dat blijft niet. Dus dat... Nee, maar dat is waar. Maar dat andere dus ook niet. Dat is ook leuk om op te merken. Ja. Dat dramaverhaal houdt ook geen stand. Houdt totaal geen stand. Maar het is zoveel langer als dat andere stukje. En dat andere stukje heb ik juist nodig. En dan wil ik dat simpel horen hoe dat werkt. Ook angst wil ik ook begrijpen. Hoe dat zit. Want ik schijf te wachten om hier te staan. Denk ik. Ga jij zeggen vette kale, zoiets, weet je wel. Ben je bang voor? Het is nergens op. Ik ben vetter dan jij. Huh? Ik ben vetter dan jij. Ja, maar zo dan ga je bang worden voor iets wat je
waar slaat het op? En denk, hoe komt dat dan? Wil ik ook weten. Dat is toch niet zo moeilijk? We zijn allemaal aangeklede apen, dus een sociale soort. En we zijn allemaal bang om een sociale dood te sterven. Uitstoting is de grootste horrorshow voor een sociale aap. Dus stellen we ons allemaal de hele tijd aan om een beetje geaccepteerd of acceptabel over te komen. Dat is allemaal niet zo ingewikkeld. Het is gewoon een soort... Je leest één boek van Frans de Waal en je weet het. Dus het is gewoon een soort software? Ja, nou bijna hardware. Ja. Dus dat is allemaal begrijpelijk. Maar dat heeft geen bal te maken met waar ik het over had. Nee, dat over het zien. Ja. Ja, daar val je dan in. Dat je dan ziet. Dan zie je jezelf. En dan zie je Nee, dat gaat nog verder. Dus dat is goed, dat is backing off, weet je wel. Maar wat je daarin opvalt, en dat hoor ik vaker, en ik wou een beetje flink beginnen zo, morgen en overmorgen hebben we nog, nou, straks al genoeg tijd om wat te verzinken in het moeras. Maar dat zien, dat heeft helemaal geen interesse in die mij. Dus eerst is er een dramatisch mij, dat noemen we dus normaliter identificatie. Dan is er een soort beweging van backing off, waardoor de drama een beetje tempert. En dus er wat ruimte ontstaat. En uiteraard is dat prettiger, maar de focus ligt nog steeds op die mij. Die dan niet meer zo dramatisch is, maar het is nog steeds gefixeerd op het individu. Nou, let me tell you, als dat zien aangaat, dan is dat individu wel zo'n beetje het minst interessante wat er is. Oké, waar zit dat zien dan? Dit zit niet ergens. Dat is wat je bent uiteindelijk. Dus dan krijg je nooit te pakken. Het kan herkend worden, het kan ontdekt of geactiveerd worden, maar je kunt het niet door een methode te pakken krijgen, nee. Het moet nu herkend worden, nu ik het erover heb, dat er iets anders is wat gewoon kijkt, maar het kijkt niet naar jou. Dus ik hoor dat heel veel dan wordt er iets van dat zin ontdekt en dan, oh ja, dan kan ik anders naar mij kijken. Ja, great. En dat is beter dan identificatie, nogmaals. Maar het is nog steeds op die ik gericht. Wat is er zo fucking interessant aan die ik? Ik ben het saaiste wat er is. Opinies, gevoelens, emoties, ik wil aardig gevonden worden, ik ben bang voor afwijzing. Fucking hell, we origineel allemaal. En daar heb jij en daar heeft zij en hij en iedereen, weet je wel. En daar zitten we de hele tijd naar te kijken. Nou, er is iets anders. Zien zelf, dat heeft daar nul interesse in. Dus, het begint van we kunnen dat niet afroepen of afdwingen, maar wat wel kan, is, al is het maar voor 10 minuten of voor 1 minuut, alles aan de kant flikkeren waar je aan hecht en kijken of het komen wil, of het wil opkomen in je. Want het komt niet van boven, het komt van binnenuit. Maar dan moet je, al is het maar een minuut, al je belangen aan de kant vegen. Ik moet leeg worden. We're all full of shit en dat betekent dat we're full of ourselves. Want er is geen andere shit. Weet je wel, dus ik moet leeg worden, al is het maar even. Dan heb ik kans dat het gebeurt. En dat proberen leeg te worden, daar kan ik nog iets aan doen. Zo is het wel weer mooi geweest. En herkennen is dus ook belangrijk, hè? Gewoon probeer daar even bij te blijven. Te herkennen hoe de hele tijd ook je spirituele zoektocht of je advaitische activiteitjes persoonlijk gemotiveerd zijn. Bijna niemand is bezig met in te zien wat zijn is. Nee, ze zijn bezig met in te zien wat mijn zijn is en hoe ik een beetje vrijer en blijer en opener en weet ik veel wat kan zijn. Dus allemaal gaat het om die ik, om het die ik naar de zin te maken, zodat die wat vrijer of helderder wordt. Maar de helderheid met een hoofdletter, die interesseert het helemaal geen zak wat er met jou gebeurt. Gewoon nul. Het is niet tegen die
persona. Persona is van maskeren. Het is daar niet tegen, maar het kijkt er gewoon dwars doorheen, want het is gewoon niet interessant. Het is dus een zin waarbij die hele interpretatiemachine, die ik wel eens de tweede laag heb genoemd, van opinies en duidingen en goed en niet goed, die hele zooi die gaat daar aan de kant. Er is een zin waarbij je dus eigenlijk niet eens weet waar je naar kijkt. Want er wordt niet gezegd dit is dit en dit is dat. En er wordt ook niks afgescheiden gemaakt of iets dergelijks. Er wordt niks tegenover elkaar gezet of onderscheiden. Er is zin. En we kunnen heel goed onderscheiden, want een klein beetje van dat zien, dat leeft in iedereen obviously. Wanneer we aan het kijken zijn, gemotiveerd dus, of wanneer er ongemotiveerd zien is. Al is het maar af en toe een fractie van een seconde, oh, iedereen overkomt dat af en toe. Weet je, je staat gewoon ergens en er is een milde mate van verwondering. Je weet niet wat er kijkt of wat er gezien wordt. Dat is een soort vraagteken die kijkt. En het wonder ervan is dat het dus nergens op uit is. En het tegelijkertijd is het wonder ervan dat het compleet is in zichzelf. Er is geen enkele notie van dat er ook maar iets anders moet dan het is. Ja, hoe het is, maar dus niet hoe mijn geest werkt of hoe het komt dat ik getraumatiseerd ben geraakt. Of hoe ik meer likes kan verzamelen, of daar is allemaal weg. Maar er zit acceptatie in? Nee. Okay. Het is niet iets positiefs. Het is Krishnamurti die noemt het heel graag liefde, I don't. Ik snap het wel waarom hij dat zegt, maar dat plakt mij te veel. Het kijkt gewoon overal dwars doorheen en het weigert niks. Nou, dat kun je positief uitleggen als dat het overal ja tegen zegt en dat het dan liefde is. Maar binnen no time zijn we weer afgedreven van waar het over gaat. Er is zien, punt. Of er is kijken, wat dus altijd tijd is, motivatie, ergens op uit, weerstand tegen dit, de wens naar dat, want die hangen altijd samen. Die hele dualiteit is eruit. Je bent een oog, dan. En net als je fysieke oog, het fysieke oog vindt een bos bloemen niet mooier dan een bos roestig prikkeldraad. Het is je brein en je set je voorkeuren en je culturele conditionering die zegt dit is mooier dan dat. Maar dat oog vindt er niks van. Het registreert het. En voor zover er daardoor een impact is op die body-mind, en zover kun je dan nog wel gaan, is dat het een gevoel van heelheid geeft. Wat dus eigenlijk betekent de afwezigheid van verbrokkeling en fragmentatie. Dat is dan gewoon weg. Dus de afgescheidenheid valt eruit. There's not much wiggle room here. Het is één en hetzelfde.
dus hebben op dat moment dat het zien zich manifesteert, de termen voor- en achterkant geen enkele betekenis. Nee, maar het is eigenlijk achter alles ziend. Ja, in die zin inderdaad dat het overal aan vooraf gaat feitelijk. En op het moment dat het actief wordt, gaat het overal doorheen. Ja. En dat is eigenlijk wat je bent. Ja. Yes. En dus hoef je niks te zoeken, want je bent het. Alleen als je het ontdekt hebt, anders moet je heel hard zoeken. Ja. Maar ten diepste, als je iets bent, hoef je niet te zoeken. Als dat gerealiseerd is. Ja. Het is net als met je sleutels, als je ze hebt, hoef je ze niet te zoeken. Ja. Wel als je ze kwijt bent. Nou, wij zijn dit kwijt. Of tenminste, de meeste. Het is dan stil? Ja, het is stil. Zoals dat woord aangeven is eigenlijk al te veel. Nou, in die zin, van als stil betekent de afwezigheid van het innerlijke gebazel. Ja. En het constant benoemen van alles en nog wat. Ja, dus die afwezigheid van die activiteiten zou je stilte kunnen noemen. Ja. Of leegstilte, wat het dan. Ja, yes. Maar het is dus vooral eigenlijk, wat ik al zei, de afwezigheid van mij. Ja. Want in die stilte is niks. Niet dus een activiteit. Maar in die grote stilte, dat beweegt en dat beweegt, maar er is niks wat tegenhoudt. Dus het gaat gewoon zijn gang. Ja. En er is helemaal niets die dus een grijparm uitsteekt om het te pakken. Want die grijparm is er zelfs niet. Het is dus dat het gewoon beweegt. En het wordt dus gezien dat het beweegt en dat is oké. En dus is het alles en niets. Zo zou je het dan kunnen noemen, hè? Want alles, het beweegt, maar het is niets wat grijpt. Ja, en dat krijgt dat andere krijgt dus pas een kans als ik aan de kant ben. Ja. En wat wij dus meestal doen, omdat we altijd en begrijpelijkerwijs persoonlijk gemotiveerd zijn, dan kan er heel veel inzet zijn en die is ook nodig. Tegelijkertijd, vanuit de andere kant gezien, houden we onszelf op die manier in die loop. Ja. Dus daar is een vrij paradoxaal gebeuren. Aan de ene kant moet er inspanning zijn totdat de moeiteloosheid, de inspanningsloosheid plaatsvindt. Tegelijkertijd moet er ingezien worden op een x-moment dat al mijn inspanningen gewoon een beweging er vandaan zijn. Ja. Dat was ook wat gebeurde hier op een gegeven moment. Dat er waren heel veel spirituele inspanningen op allerlei terreinen en op een gegeven moment sloeg dat gewoon toe. Het inzicht van alles wat ik doe is ernaast. En dat is vrij lullig als je vrij goed geworden bent in dat doen van allerlei van dat soort dingen. En dat wordt je ineens duidelijk, ja, dat is allemaal heel leuk, maar het is allemaal, ik noem dat wel eens een schot op de paal. En dat telt niet. Nee. Dus daar groei je wel van en het is zinvol in de zin van voor volwassenheid en al dat soort dingen. Maar not for awakening. Nee. Het is heel eenvoudig. Yes, of course. En heel radicaal. Ja, tegelijk. Want anders kan het niet.
nu in mijn hoofd haal, zie ik gebeurt. En alles dat gebeurt gaat via mij en, via, en daardoor word ik blootgelegd, als het ware. Ik heb altijd met mij van doen, zeg maar. De kleine mij in ieder geval. Of me, wat daar zit voor dingetjes. Niet dat ik daar invloed op heb gehad of zo. Dat is daar. Niet dat echt van mij is of zo. Weet niet. Wat mooie hierin is, op het niveau van mens zijn. Wij denken graag van dat we een individu zijn los van bepaalde dingen. Maar feitelijk ben jij en jouw situatie, dus jouw omstandigheid, daar is niet twee. Dus jij bent jou als organisme plus de omstandigheden waar je in verkeert. Altijd. En dat geldt voor iedereen. Dus niet alleen maar dit lichaampje of dit geestje, alsof dat los van een omgeving of omstandigheid zou zijn. Nee, dat is het allemaal. Plus dat waar ik het over had, zien. Ja, ja. Die verzonnen jij en ik, die we kunnen benoemen, maar. Je hebt al gauw met iemand te maken, maar toch kan er naar gekeken worden als dat er geen verschillende bewustzijn zijn die dit meemaken. Right. Het is allemaal voor mij geschreven en zelfs mij is het niet. Het is niet eens voor mij geschreven. Nee, het is sowieso niet geschreven. Nee. Nou ja, maar eventjes geschreven als in. Ik moet er woorden aangeven, maar die zijn niet de juiste, want dan is het net alsof daar buiten iets dat zit te schrijven. En zo is het niet. Het is spontaan. En het is dynamisch en immer wordend en dus staat er niks vast. Geef nog maar meer woorden aan. Ja, maar het is van belang. Er is dus geen vast punt in te vinden. En toch stellen wij ons, als we meer geïdentificeerd raken of in het dagelijks gebruik, heel erg op als dat allerlei punten vastleggen. En dat ze niet alleen te onderscheiden zijn, maar zelfs afgescheiden van elkaar zouden zijn. Terwijl in die meer beleving die meer naar achteren is, waar je het over hebt, denk ik, valt alles meer ineen en is het gewoon één soep die aan het dansen is. En het gebeurt niet voor iemand. No, it just happens. Ja. En het heeft ook geen doel en geen bestemming en geen betekenis en geen voor en na. Het is just this functioning. En dus wat meer aan de voorkant als het ware van die beleving, of als dat zich net begint te manifesteren, zit nog heel erg het gevoel erin van dit ben ik, of dit, zoals je net zei, dit gebeurt aan mij. En dat is great, want die mij is dan al aan het verruimen naar een soort totaliteit. Als het nog iets verder teruggaat, dan is de idee afwezig dat het voor iemand gebeurt, want er is geen iemand meer. Terwijl wel het gebeuren er is. Ja, die zegt het precies. Yes. Het hangt dus ervan af van waar we als het ware op die schuif zitten. Dat vond ik het dan grappig dat dat dan die eerste domino is. Wel dat gevoel van, ach, het is allemaal voor mij. Wij dat aan mij nemen, dat allemaal wachten. Right. Het zal makkelijk worden vergissingen gemaakt. Yes, en vooral als we nou blijven hangen en denken dat dat het punt is. En dat is een beautiful thing, dat zien. Maar het is nog te persoonlijk. Ja, maar toch die samenhang. Maar ja, je moet er ook weer loslaten. Yes, ja, yeah, it's brilliant. Ja. Maar niet daar blijven hangen. Ja. Ook die dominosteen omtrappen. Ja.
En dan heb je dus, hè, dus als het weer iets verschuift, dat totaal gebeuren wat gewoon allemaal plaatsvindt, maar er is geen idee meer van voor wie of dat gebeurt, zelfs het idee wie is onbekend. Dat het concept is weg. Er wordt gezien dat het gebeurt. En met zin bedoel ik ervaren. Dat is een totaalbeleving, niet alleen maar een oogje. Het wordt gezien, gevoeld enzovoorts, maar niet meer door iemand. Onderzoekt is veranderlijk en door het onderzoek verandert het ook weer. Ja. That's great. Bezig zijn met de persoonlijkheid, of zit ik dan ook in een afscheiding? Als je het als iets heel afgescheidens voorstelt, wel. Minder als het besef is dat jij ook jouw omstandigheid bent. En met omstandigheid bedoel ik dus de sociale positie, de sociaal-economische toestand, de mate van gezondheid, de sociale interacties, die hele klerenzooi waar je woont. Dat allemaal ben je. Vandaar dat mensen merken dat er allerlei innerlijke veranderingen optreden op het moment dat je ze beetpakt en ergens anders neerzet. Of dat er een paar vrienden dood neervallen. Dan op die momenten, wat we dan merken, is dat we niet losstaan van de rest. Terwijl we dat wel denken. Ik ben zus en zo. Mm-hmm. Tenzij iedereen hier vermoord wordt. Dan ben je ineens een ander. Trust me. Of iemand is heel rijk, weet je wel. Maar ineens is die alles kwijt en zit in een gevangenis. Well, you got a different person. Gegarandeerd. Dus ik ben ook mijn omstandigheden als mens. Dus daarom riep ik wel eens à la Heidegger, die het dan ingewikkelder formuleert, maar ik vind dat leuk. Er zijn is altijd in zijn en mede zijn. Dus in een wereld of omgeving en mede met anderen. Terwijl wij graag denken dat er een of ander losgezongen entiteitje is, die ik dan zou zijn, onafhankelijk van de rest, afgesneden van de rest. Meestal als we sommige denkers geloven, net als Descartes, dan is het ook nog een soort lichaamloos ik dat zit te denken. Ik heb nog nooit een geest zien denken zonder lichaam. Moet je eens proberen. Dat is hoe die daarbij komt. Maar oké. Okay. Het is allemaal zo enorm losgeknipt. Ja, maar het feit dat je jezelf als iemand ervaart, is toch een afscheiding? Yes, meestal wel. Maar daarom zeg ik erbij, van als mijn beleving is, zoals ik in Touw van Hans heb ik ergens zo'n stukje opgeschreven, wat nog steeds een menselijke beleving is. Dan staan Kasia en ik in de groentetuin iets spinazie te plukken, whatever. En er zoomen vlinders rond en bijen enzovoorts. En in mijn beleving ben ik zowel dat kereltje wat spinazie uit de grond trek, als de wind op mijn huid
het geluid van het gezoem en de weg verderop. Die hele totaliteit, die totale sfeer is wat ik ben. Niet alleen dat feintje. Want dat feintje bestaat niet los van die sfeer. Net zoals ik nu niet los sta van deze setting en de functie die ik nu vervul. Wat niet is wat ik ben, is een functie die wordt vervuld. En die kan alleen vervuld worden doordat jullie hier zijn, want in mijn eentje doe ik zo niet. Dan zou ik iets leukers doen, namelijk een goede voetbalwedstrijd zien. Met twee wedstrijden die interessant zijn in een heel toernooi, moet ik werken. Dat ben ik weer. Niet dat ik heel veel geef om voetbal, maar... Dan lijkt het toch op dat je bepaald wordt door omstandigheden. Nee, die ben je ook. Dus als we zeggen, ik word erdoor bepaald, dan doe ik weer net alsof ik een afgescheiden ding heb, die in de omstandigheden anders wordt. Nee, het is ook die omstandigheden en daarom is het anders. Snap je het verschil? Want dit lijkt gemerenneuk of een subtiel puntje, maar jij en je omstandigheden zijn niet twee. Jij en de wereld zijn niet twee, want probeer maar eens op te duiken zonder wereld. It's impossible. Vandaar dat ik al heel lang roep dat afgescheidenheid geklets is. Het kan helemaal niet. Maar wij denken daar vaak wel over. Dus in ons denken over onszelf knippen we onszelf los van onze omstandigheden en dan hebben we zo'n miniatuur-ekje ervan gemaakt die er ongeveer uitziet zoals dat ding er dan uitziet in de spiegel of op een foto, want normaal zie je jezelf niet. Dat kan ook niet, je hebt daar een reflectie voor nodig. Maar dan heb je dus zo'n dingetje bedacht en dan ga je dan over nadenken, ja, dat komt dan hierdoor. Maar je vergeet dat het altijd een onlosmakelijk onderdeel van een totality is. En toch vinden wij het leuk om daar een heel lineair ding van te maken. Toen is mij dit overkomen en daarom. En dat ja, is dan dus dat voor altijd zo. Dat het allemaal bij wordt, dat zegt eigenlijk al dat je helemaal geen individu bent. Ja, als je daar goed naar zou kijken, inderdaad. Ik ben geen individu. No. Ja, dus ik snap wel het concept van individu en dan dat doe ik ook in vanaf aan de leiband heb ik het over wat werkelijke individualiteit is en wat het niet is. Maar dan gaat het er veel meer om van een mens te worden die leeft op zijn eigen voorwaarden in plaats van te doen wat het men allemaal roept. Weet je wel, dus daar is een concept. En om iets wakker te roepen in iemand, zodat er wat meer eigenheid ontstaat en we wat minder conformistisch en saai worden, wat minder een kopie van een kopie, maar dat is iets anders. Dan heeft het meer met een karaktereigenschap te maken. Maar zelfs het volwaardige individu kan niet losbestaan van zijn omstandigheid. En als die een beetje slim is of zij, heeft die dat ook door. Ik ben ook mijn omstandigheden en vandaar zit er voor mij nog een andere implicatie en dus is er ook automatisch zorg voor mijn omstandigheden. Want dat ben ik ook. En it's stupid not to take care of yourself. Maar dat doen we niet. We zingen ons los van de boel en flikkeren onze troep overal neer en dan, oh ja, wat een rommeltje. Mm-hmm. Gek hè? Dus het is handig, als ik nog even door mag zeuren, ja dat mag ik, om, nou, als je over jezelf al nadenkt, dat nooit te doen los van de context. Een ietsje ruimer idee. Ja, dat geeft heel veel. Juist. Wat het ook al doet, is als we dat doen, voor degene in ieder geval die enorm de neiging hebben zichzelf op de kop te geven. Je moet niet alles wat je overkomt op jouw privébordje smeren of gooien. Want een heleboel dingen komen door de omstandigheden. En om dan te zeggen, ik ben de enige schuldige hier. Nou, het is een enorme set aan dingen. Het moet ook weer niet, dit weer niet misbruikt worden om dingen te ontlopen. Maar het kan vooral, daarom zeg ik erbij, voor degene die zichzelf te veel op de kop geven, daar is te hebberig. Want dan doe je net alsof je
al die omstandigheden in je macht zou hebben. Je bent daar eerder het product van dan dat je ze in de macht hebt. Ik had vorige week een moment dat ik dacht dat ik alleen maar leefde naar bepaald wordt door mijn omgeving. Dat is weer anders dan dat je bewust bent van omstandigheden. Ja. En dat heeft ook te maken met dat ik alsmaar bezig ben met zie mij. Waarschijnlijk is dat ook nog door mezelf ingevuld. Dus dat ik vul dan in wat ik denk dat anderen zullen denken of wat ik voor anderen moet doen. Maar het gaf ook eigenlijk ook wel een soort rust dat ik dat zag. Dus dat ik kreeg ook wel zoiets, ja, als dat er niet is, waar maak ik me dan druk over? En dan ben je van heel veel af. Yes, en dan ga je dus op een natuurlijke manier functioneren. Ja. En dan heb je in een setting je waarde of je nut of weet ik veel wat, zonder dat je de hele tijd bezig bent je waarde of je nut te doen gelden. Zo van de hele tijd de poging doen om mee te tellen. En dat is begrijpelijk als we zo hoog zijn, maar op een gegeven moment, je bent toch geen 30 meer, dan wordt het een beetje treurig. Dat zou afgelopen zijn, ja. Zou je denken? Zou je denken. Nou ja, het is ook wel weer zo dat als je ouder wordt, dan kan je zeggen, er valt toch veel van je af, hè? Dat waarmaken, bevestigd willen. Maar het lijkt me nu wel een beetje alsof het juist terugkomt, omdat dat je veel gedoe weg is. Dus dat het Dan dat maar, of zo. Dan komt dat terug, ja. Dan komt dat terug. Laten we dat nog eens doen. Dus dan ga ik nog eens bezig met jeugdtrauma en zo. Ja. En dat ga ik ook doen als ik ooit oud ben. Dat lijkt me dan reuze interessant. Ik hoop dat ik er een paar heb. Nog. Fucking hell. En punniken ga ik dan ook doen. Met de buurtvereniging. Ja. 10 kilometer punniken voor het Guinness Book of Record. In allerlei regenboog traumakleuren. Pauze.